Hai stranang, belong will leave you. Top one day, you been crazy. Beste meneer Boutersen, u spreken via deze brief zal voor velen gevoelig liggen. Ik wil mensen om mij heen geen pijn doen. Maar een land dat zijn verleden niet onder ogen durft te komen, heeft geen toekomst. U bent onderdeel van mijn verleden. Meer dan ik zelf bewust was. Ik vind dit gesprek enorm belangrijk. Voor ons en voor onze generatie. En waarschijnlijk ook voor de generatie voor ons. Het is niet mijn probleem. Het is deel van mijn geschiedenis. Ik wil niet mijn 34 aan het dag. Vanaf ik ben geboren, worden er keuzes gemaakt en dingen bepaald. Of wel of niet gedaan. Oh, want nee. Die school gaan we niet bouwen, want het was Boters. Zijn neef is in het bestuur. Vind je echt domme shit? Er zijn traumatische dingen gebeurd in dit land. De jeugd van nu wordt ermee geconfronteerd, terwijl ze nog niet eens geboren waren, sommigen. Jongen, ik ben klein om over de Binnenlandse Oorlog te weten. Jongen, hoor je me van de Binnenlandse Oorlog? Er zijn vragen onder de jongeren die het niet hebben meegemaakt. Ze hebben antwoorden nodig. Ze gaan die antwoorden niet krijgen allemaal. Omdat de antwoorden niet alleen in Suriname zijn. Die antwoorden zijn ook in Nederland. Misschien speelt er dus toch iets. En als Rutte dus beslist, het blijft geheim tot 2060, dan geeft hij voedsel aan iedereen in Nederland en in Suriname om te denken dat we nog wat te verbergen hebben. Oké, en waarom houdt iedereen alles geheim?